heel makkelijk. Het lijkt heel moeilijk, maar het is heel makkelijk. Er is een oorlog tussen geiteneigenaars en hondeneigenaars. Mensen die hebben honden, die zorgen niet goed voor de honden. Die honden die lopen los, die honden die maken geiten van de boeren dood. De boeren van die geiten die worden boos en die beginnen honden te vergiftigen. Maar er is een situatie, want vanaf december tot en met nu is al 37 honden die af werden vermoord, vergiftigd, doodgeschoten of levend gevonden. En we hebben een oplossing ervoor gekregen. Dus iemand is bezig honden daar naar Lagoon te brengen. Wie die iemand is, weten wij niet. Maar de situatie is dat die boeren die worden boos, want terecht, de honden die maken hun geiten dood. Dus die boeren die gaan vergif zetten voor die geiten. Dus ik begrijp het voor die boeren. Dus hier heeft de mens heeft alle fout. Alles wat fout is, is de mens, niet de dier. Want 1. Je hebt honden, je zorgt niet goed voor je honden lopen los en de honden die vernielen properties van anderen. Dat is compleet verkeerd, want je hond moet in je tuin zijn of aan een touwtje of aan een lijntje als je ermee loopt. Dus gisteren ben ik gaan controleren of ze weer honden hebben gebracht naar Lagoon en ik kom deze 3 geiten tegen. Dus ik heb de politie gebeld, keurig netjes, de politie is gekomen en de politie heeft gezegd van luister jongens, dit kan niet meer zo doorgaan. Dus ik heb begrepen, vanmorgen was de dokter daar geweest. Waarschijnlijk heeft de dokter dan samples gepakt van het bloed van de geiten om te kijken als het ook gif is. Want vanaf de toren in Bolivia tot en met de kippenfarm daar aan de andere kant, vol met gif. En dit is gevaarlijk. Stel je voor een familie gaat daar lopen met zijn kinderen en een van die kinderen die pakken dat gif op en zetten in zijn mond. En morgen heb je een mens die dood is gegaan omdat die gif heeft aangeraakt. En dat is compleet verkeerd. Heeft de politie iets deze keer gedaan? De politie is gekomen gisteren, keurig netjes, heeft foto genomen van de situatie, heeft met mij gesproken, ik heb uitgelegd wat ik denk. En ik denk dat het nu wel iets heel serieus gaat worden dat de politie erachter gaat, want wat ze hebben gezien en dat ik begrepen heb dat de dokter vanmorgen daar was, denk ik dat het nu eindelijk een investigation, ik weet niet de juiste woord in Nederland, ze gaan kijken, onderzoek gaan ze doen om te kijken wat is er gebeurd, wat is er gaande en wie het doet, waarom het gebeurt, etcetera. Ja, want dit die blijft niet alleen aan de honden, aan de geiten. Die gebeurt ook met andere mensen, beesten, met vogels. Ja, correct. Want bijvoorbeeld, ik heb jullie vorige keer gebeld. Jullie zijn thuisgekomen bij mij. Jullie hebben het gezien. Vogels, hele gebied, dode vogels, dode poezen. S'morgens word ik wakker. Ik ga in de Kunoek aan mijn kippen eten te geven. Ik heb meer dan 21 dode kippen in de koraal, dode poezen in de koraal. Ik heb niks te maken met geitenboer. Ik heb niks te maken met die personen die niet correct hun honden controleren of uitlaten of beheersen. Maar die probleem die komt ook naar ons als andere buren die niks mee te maken hebben met de problematiek. En daarom word ik boos, want als de boer problemen heeft, als de geitenboeren problemen hebben met de hondeneigenaars, dan moet het tussen de hondeneigenaars blijven en de geitenboer. Niet dat andere mensen in de wijk, andere mensen in Lagoon, de victima, zeggen we in Papiaments, worden voor deze situatie. Dit kan niet zo doorgaan. Het mag niet zo doorgaan. Het is niet correct dat het zo doorgaat.